wat wel heel gevaarlijk is, is dat er door westerse figuren of politici of activisten heel erg smal wordt nagedacht. Dus mensen hebben een binnenlandse politieke agenda. De PVV heeft een bepaalde boodschap die het wil uitbrengen. En betrekt Rusland wordt dan onderdeel van het eigen verhaal. Terwijl, waar gaat het hier eigenlijk over? Dit is een oorlog, ook een oorlog van idealen. Ja. Geloven we in het recht van landen, van mensen om hun eigen bestuur te kiezen? Ja of nee? Kijk naar de situatie binnen Rusland nu. Mensen mogen niet hun eigen president kiezen. We krijgen straks verkiezingen in Rusland. Mogen hem niet bekritiseren, mogen de oorlog... Is dat nu het voorbeeld van... Ja, maar Eva, mag ik ook zeggen voor de PVV nog even? Ja. Al heeft de PVV in de gaten, op het moment dat Poetin wint en al die miljoenen Oekraïners gaat onderdrukken, hun identiteit afneemt, et cetera, dat er ook miljoenen vluchtelingen komen waar wij voor aan de lat staan.